Jacqueline, als ik me niet vergis, had jij de pronostiek voor de wedstrijd juist. Yes, ja, klopt. Ik had zo'n voorgevoel 0-2 en ja, kijk, het is uitgekomen. En al bij al wel een verdiende overwinning voor Niers, hoewel jullie het in het verleden nooit echt makkelijk hadden tegen Beerschot. Ja, de vorige wedstrijd dat we hier gespeeld hebben, zijn we met treintjes van het veld gegaan. Toen hebben we misschien zelfs betere voetbal gespeeld, maar toen vielen die goalen niet. En vandaag scoren op het juiste moment en toen waren we vertrokken en op basis van de tweede helft was het wel verdiend, denk ik. Ja. En ja, ook het pijnpunt bij hun is die start van die tweede helft en daar hebben jullie ook volop van geprofiteerd. Ja, we kwamen 1-0 voor, maar dan weten we moeten de tweede helft even serieus terug van start gaan. We laten ze niet in de wedstrijd komen en dat is gelukt. We zijn blijven vooruit voetballen en dan is die tweede gewoon vallen en toen waren we ja, vrij gerust dat we de zege konden binnenhouden. Het was ook wel bij momenten een heel harde match. Ja, dat is altijd hier Beerschot-Lierse, dat is altijd een speciale wedstrijd. Dat is ja, met een mes op het keel, dat is ja, pikkelhard en dat maakt het ook wel extra leuk, vind ik. En jullie houden natuurlijk mooi de aansluiting nu met de bovenste regionen van de A-groep. Ja, we hebben vandaag een heel goede zaak gedaan. We zullen de resultaten van morgen en vandaag nog moeten afwachten, maar we doen nu inderdaad mee van boven. Dank je wel, Lien. Succes. Ja, dank je.